Komt-ie dan? Oké. 3, 2, 1. Ja. Hoi, jullie kijken deze vlog. Vandaag gaan we van de hele dag mijn dag bepalen. Yes, en ik ga je meenemen naar een leuke stad. Maar je mag nog niet weten welke. Dus ik ben heel benieuwd wat je er kan in. Ja, ik ben echt heel benieuwd waar we heen gaan. En tot nu toe is het gewoon dezelfde reis als Den Haag. We zitten nu ook in de trein die naar Den Haag gaat. Maar ik denk niet dat we daar Den Haag gaan. Nee. Zijn we de vorige keer al geweest. We zijn net uit de trein gestapt en we staan nu dus in Delft. Ik heb alleen geen idee wat we gaan doen in Delft. Ik denk gewoon naar het centrum. Heb je de weg gevonden? Ja. Oké, dus Anna die weet wel de weg, ik niet. Dus ik loop maar gewoon achter haar aan. Het is nog 3 minuten lopen. Ja, heb je al een idee? Nee, ja, misschien een of ander gebouwbezoek of zo. Want, ja, wie weet. Er staan hier wel allemaal hele grote gebouwen. Ik ben benieuwd waar we heen gaan. Is het de kerk? Is dit het? Gaan we hierheen? Yes, dit is de nieuwe kerk. Oh. Oké, ik ben benieuwd. Willem van Oranje ligt hier ergens begraven, zag ik net. Dat wist ik helemaal niet, dat het in Delft was. Maar volgens mij is het daar ergens. Dus ik ga het even opzoeken. Wow, dit is volgens mij een hele oude Bijbel. Kan je dit lezen? Daarom is dit. Het is wel Nederlands, toch? Of niet? Ja, deze wel. Deze. Ja, deze ook. Ja, ik kan het alleen niet lezen. Het is beter te horen het prediken, is de straffen des wijlen dan de. Wow, die komt uit 1730. Echt heel oud. Zou die hieronder liggen? Ja, ik denk het wel. Onder de vloer, ja. Of zou die echt in die kist liggen? Nou, ik weet niet. Ik denk het niet, hoor. Nee, die is een beetje klein. Ik denk hier echt onder de vloer. Dit zijn de kerkbanken. Er staan ook heel veel stoelen, maar... Hier zit je dan. Het zit er echt hard, zonder kussen. Alleen niet zo rechtop als in die ene kerk waar ik met Martine was, want dat zat echt helemaal niet lekker. Dit gaat op zich nog wel. We zijn nu in de nieuwe kerk van Delft, want met ons kaartje kon je dus ook naar de... Nieuwe. Oude kerk. We zijn net natuurlijk al in de nieuwe kerk geweest. Je kan dus naar allebei. Het is hier echt heel stil. Ik durf bijna niet hardop te praten. Ze hebben hier gewoon wel kussens in de banken. Dat zit wel echt een stuk lekkerder. Bij die andere kerk hadden ze dat helemaal niet. Dit is echt grappig. Hier zie je dus de totale waarde van de zilvervloot. En dan zie je hier wat je er allemaal wel niet van kan kopen. Een miljoen iPhones. Wow. Dat is echt heel veel. Wow. Dat is echt veel. Is dit geld? Dat zit vast. Dat is wel logisch. Zou dit geld van vroeger zijn? Ik denk het wel. Rosanna wil vooral heel veel foto's maken. Nadat Rosanna heel veel foto's... Nee, niks. Heel veel foto's heeft gemaakt. Ik heel veel foto's van Rosanna. Gaan we eindelijk weer weg. Kijk, een paar foto's is leuk. Heel leuk. Maar op een gegeven moment houdt het op. Maar we gaan nu weer weg. Ik vond die andere kerk wel een stuk mooier. Jij? Ja, ik denk het wel. Maar ik vind dit ook wel wat hebben. Ja, klopt. Ik vind het op zich wel mooier. Maar je ziet wel echt dat hij een stuk ouder is, vind ik. Ja, dat is het. Wij gaan zo meteen hier ergens eten. Want dit ziet er echt heel leuk uit. Susanna wil graag pannenkoeken eten. Dus we zitten nu hier bij een pannenkoekenrestaurantje. En het heet... Het ABC, toch? Ja, inderdaad. Ja, maar daar staat... Vlak bij de nieuwe kerk. Ja, we hebben een heel mooi uitzicht. We hebben lekkere pannenkoeken gehad. En ik heb met kip. Je ziet het niet echt, maar ik denk dat het erin zit. En de Rosanna heeft het lekker met aardbeien. En we hebben het op een heel schattig Delftblauw bord gekregen. Joh, ga weg. Ik schrok. Ja, ik vond het niet echt. Nee.
Wacht. Oh nee, niet naar mij, niet naar mij. Nee. We hebben net lekker gegeten en we zijn nu op zoek naar Molen de Roos, heet het volgens mij. Naar Rosanna vernoemd. Want onze trein gaat pas over een half uur of zo of langer. En we zijn nog heel dichtbij het station, dus dan moeten we nog langer dan een half uur daar wachten. En daar hebben we niet zoveel zin in. Nee. We hebben hem gevonden, maar hij is wel echt best wel ver. Oh nee. Valt op zich wel mee, toch? Ik weet niet waar de... Daar is het station. Dus ja, kunnen we er wel nog gewoon heen, toch? Nou, hier is de molen. Maar ja, je kan natuurlijk niet meer op. Dus dat is wel jammer. Ze hebben hier nu eigenlijk niet echt wat te doen. Maar ja, we hebben ons wel even vermaakt. Het is echt heel rustig ineens. Vanochtend toen we aankwamen was het echt super druk. Maar hoe lang moeten we nog wachten? Om 7:55 komt hij nog. 13 minuten of zo. Ik vind de roltrap altijd een beetje eng. Ik ben altijd bang dat ik er tussen zit met mijn veter. Maar het is echt, vind ik, nog best wel mooi station. Wij zijn inmiddels alweer even thuis en Rosanna heeft nog 1 uur om te bepalen wat ik ga doen. Ja, en het eerste is een taart bakken. Een taart bakken? Ja. Serieus? Ja, oké. Ik vind het wel een goed idee, maar hebben we daar spullen voor dan? Als het goed is, hier, we hebben muffins, aardbeienkorktaart, naturel korktaart en ik mag natuurlijk kiezen. Maar hier heb je kwark voor nodig. Een kwark weet ik niet wat we hebben. Hebben we niet. Dus dat worden muffins. Auw. Oké, wat hebben we zelf nodig? Boter. Hebben we wel eieren? Hebben we wel boter? Tuurlijk wel, we hebben eieren. En boter hebben we ook. Ik ga het even opzoeken. Klein probleempje, want ik kan ergens ei vinden. Dus precies nu hebben we geen ei. We hebben altijd eieren en nu opeens niet. En ik heb al op internet gezocht wat je dan kan doen in plaats van ei. En er stond dat je banaan kan doen. Maar precies nu hebben we ook geen banaan. Ja? Ik kan ook yoghurt doen. Ja, maar... 60 milliliter yoghurt. Waarschijnlijk hebben we precies vandaag ook geen... Yoghurt hebben we. Het ene probleem is nog maar net opgelost. En we hebben alweer een volgend probleem, want we hebben dus ook geen boter. Weer uit. Nou, dan kan er nog bepalen wat we gaan doen. Dus wat gaan we nu doen? Nou, als afsluiting van deze dag heb ik nog iets spectaculairs bedacht. Dus ik ben heel benieuwd. Ben heel bang. Ga maar even weg. Echt? Of ik dan geen blindekom? Jawel, dan kom ik je zo halen en dan moet je zo blindekom. Maar ik moet de spullen nog niet klaarzetten. Oh. Oké, dan ga ik weg. Als eerste heb ik dus een bakje met bakmeel gepakt. Het volgende project, ik ga een touwtje aan 2 flesjes vastmaken. Zo ziet het er nu uit. Nu wordt het dus echt spannend. Nu ga ik Daan halen. En ik ben zo benieuwd. Ik hoop echt dat het lukt. En hoe voel je je, Daan? Ja, ik ben echt heel bang. Oké. Okay. Nee, komt hij, Daan? Oké. Okay. 3, 2, 1. Ja. Zie ik eruit. Rosanna vindt het mislukt, maar... Ja, het had heel haar gezicht moeten zijn. Maar ja... Ik ben blij van niet. En heel mijn arm zit er ook helemaal onder. En mijn klieren zijn wat ergens. En het draait allemaal van me af. Eeuw. Nou, Daan. Nu ik toch je Daan mag bepalen. Leuke afsluiting op de grond. Ja, om het feestje even compleet te maken. Het is een beetje mislukt. Wat ik wilde, ja. Maar goed. We hebben het nog even afgemaakt. En nu mag Daan alle troep opruimen. Ja. Heel het huis zit onder de mail, dus we zijn nu alles aan het schoonmaken. Ik ben dit helemaal aan het schoonmaken. En zelfs een la daar lag helemaal vol met mail. Weten jullie ook gelijk wie de slimste hier in huis is? Nee, grapje. Dus ja, alles zat eronder. Dus ik zou zeggen, doe dit thuis niet na. Rosanna heeft een naam uitgekozen voor deze plant. Yes, ik heb in de reacties een naam gevonden. En ik vond Prikkie wel een leuke naam. Wat, Prikkie? Ja, oké. Okay. Ja, dat zei iemand. Oh, ja. Nou, bedankt voor de leuke naam. Ja. En nu ga ik hem even water geven. Ja, hij heeft heel veel.
dorst had. Dus ik dacht, ja, geef Karel ook maar wat. Het was wel warm water. Ja, ik had expres. Ik dacht, koud vind ik dan weer zo zielig, weet je. Dus ik dacht, ja, doe ja. Maar warm. Abba. Ik ben gelukkig weer helemaal opgedroogd. Ik had het echt niet zien aankomen. Maar achteraf vond ik het wel best wel grappig. Deze plant, die heet dus Prikkie. Ik vind dat wel echt een heel toepasselijke naam. Want hij prikt echt. En we gaan nu alweer naar de allerlaatste plant. Alleen die plant is eigenlijk al dood. Dat is deze plant. Het is echt heel zielig. Maar voor de... Toch ga ik nog vragen voor de allerlaatste keer of jullie een naam in de reacties willen zetten voor deze plant. We hebben nu dus gewoon 12 planten gehad. En ja, één is sowieso al dood. Deze eigenlijk ook. Maar alsnog, weet je nog een naam voor deze plant? Zet dan even in de reacties. En ik ga even opzoeken hoe jullie er eerst uitzag. En dat zal ik even aan jullie laten zien. De plant heet dus Peperomia. En op internet staat dat hij er zo uitziet. Maar dat snap ik niet, want... De bladeren, die waren echt veel kleiner sowieso. Maar er was natuurlijk iets mis mee. Dus misschien was het wel dat die bladeren veel kleiner waren. ik zie iemand achter me. Dat is mijn zusje, denk ik. Maar ik vond het heel leuk om steeds iemand van mijn gezin na te doen. Want dit was natuurlijk alweer de laatste video. En volgende week ga ik weer naar school. Maar dat zien jullie vast dan allemaal. En bedankt voor het kijken. Doei!